Hallo, welkom bij de Mare van april. Voor degenen die mee hebben gedaan aan de Moon Challenge 2017, je kennen deze plek misschien wel. Dit is de plek waar ik destijds de Moon Challenge heb geopend. Nou, we zitten nu net voor nieuwe maan. Morgen is het nieuwe maan, nu is het donkere maan. En over 2 weken begint de Moon Challenge, 19 april. Het is een mooie, echt een heel mooi thema. Het thema gaat namelijk over herreizen. Herreizen in alle fases van de maan. Maar het gaat niet alleen over de maan. Het gaat ook over de drie eenheid die jezelf gaan leren kennen, ervaren, omarmen, voelen. En de maan helpt ons daarbij te verlichten, letterlijk en figuurlijk. Thema is om het innerlijke kind, het mannelijk en het vrouwelijk deel van jezelf te gaan leren herkennen, erkennen, omarmen. En het is een maan, dus het is best wel kort, maar het is ja, op de een of andere manier met de maan, zeg maar, als verlichting, hè? Dus letterlijk en figuurlijk een verlichting. En met de natuur als onze leermeester kunnen dingen gewoon heel snel, heel mooi worden opgelost of heel mooi worden ingezet. En ik laat me echt leiden. Dus ik weet nog niet precies van hoe het allemaal staat, zeg maar. Dus ik laat me leiden door van boven. En ik laat me leiden door jullie, door de groep van de Moon Challenge uit. Dus hoe mensen erop reageren. En vandaar dat gaan we stapjes voor stapjes verder. En ik heb volledig het vertrouwen dat daar ontzettend veel diepgang in mag komen. Dus er is wel een soort van rode draad. Maar de dingen staan nog niet vast. En toevallig sprak ik gisteren Ilse. Dat is mijn steun en toeverlaat. Die werkt voor mij voor de Moon Challenge. En zij is ook mijn e-learning cursus, dus hoe mooi is dat, hè, dat het allemaal weer samenvalt. En ze vroeg dus aan mij van, hoe komt het toch dat je van, hoe doe je dat nou, die rituelen? Schrijf ik had een hartvuurritueel in de e-learning gezet. En ze zegt, hoe kom je daarbij? Ik zeg, ja, dat komt van boven. En toen vroeg ze aan mij van, kan je dat dan leren of hoe doe je dat? Toen zei ik van, ja, ik doe ook maar wat. En toen gaf ze aan van, ja, kom op, hé, niet zo minderwaardig. Het zijn echt super mooie dingen wat je neerzet. Dan zeg ik, ja, dat zie je verkeerd. Het is niet dat ik het zo bedoel, dat het minder waardig is. Maar het gaat mij erom dat ik met beide benen op de grond blijf staan. Dat ik met beide voeten op de grond blijf staan. Want vanuit die zuivere intentie, vanuit het niet weten, zeg maar, kunnen dingen ontstaan. En kan je daadwerkelijk je openstellen, contact maken. Maar de intentie moet zuiver blijven. Dus als ga je als je schoenen lopen of ga je pretenderen dat je het allemaal wel weet, dan raak ik het kwijt, denk ik. Dus ik moet, voor mijn gevoel moet ik dat toch wel echt aanhouden van dat ik zeg. En ik heb laatst met de jaarcirkel ook iemand dat. Ja, ik zeg, ik doe maar wat. Het is eigenlijk ook zo. Maar toch weet ik dat de connectie er is, door zo erin te staan. Ik deelde gisteren een fotootje op Facebook. En dat ging over een paar oude vrouwtjes die in de rijmolen zaten. En die zei, en daar stond bij van, neem het leven toch niet zo serieus. Je komt er toch niet levend uit. Toen dacht ik, ja, dat is mooi. Weet je, daar voel ik verbinding mee, met die manier van leven. Maar daar mag je ook dieper in gaan. En dan mag je ook je lessen en je pijn en alles daarin meenemen. Dat is niet fout. Het is ook niet goed. Het is het moment. En dat heb ik ook geleerd, om echt in het moment te leven en in het moment te zijn. En net als dat ik nu het filmpje opneem met donkere maan. Als je wil weten wat donkere maan inhoudt, dan moet je dus meedoen met de Moon Challenge. Maar als je dus, dan is het eigenlijk niet het moment. Maar omdat ik heb gekozen om de mare aan het begin van de maan te doen, zal dit jaar de mare dus met de donkere of de nieuwe maan verschijnen. Waardoor er waarschijnlijk minder mensen zijn die het zien. Maar daar heb ik voor gekozen.
En volgend jaar zal het weer anders zijn. Vorig jaar was het bijvoorbeeld met volle maan, want de maan verschuift zeg maar per jaar ongeveer 2 weken. Oh, dat is ook wel leuk om te vertellen. Nee, dat is helemaal niet leuk. Dat is helemaal niet leuk om te vertellen, maar ik moet het wel vertellen. Ik ben een jaar geleden dus begonnen met de maren opnemen, zoals nu. Hè, filmpjes en iets vertellen, in plaats van dat ik maar een brief zit te schrijven. En de maren was eigenlijk de naam waarbij ik geïnspireerd was van mijn eigen marentak. Die ik dus heb staan groeien in een boom. Ik had een boom met een marentak en die deed zo goed. En ik heb mijn eerste filmpje, zoek hem maar eens op YouTube, de maren. April 2018, zoek hem maar eens op. Daar staat mijn marentak er echt zo mooi bij. Echt wauw. En nu, een jaar later, is hij dood. Hij is dood gegaan. Hij heeft zichzelf de das eigenlijk omgedaan. Hij ging zo goed. Zijn gastheer, de boom dus, die is gaan scheuren in de lengte, zeg maar, de stam. Ik zal een foto van maken en dan zal ik hem even in een nieuwsbrief plaatsen. En hij heeft eigenlijk zichzelf de das omgedaan omdat hij meer vroeg van zijn voedingsbodem dan dat de voedingsbodem hem kon geven. En dat is wel een mooie, eigenlijk als je erover nadenkt, een mooie metafoor van probeer altijd een stukje terughoudend en integer te zijn in wat jouw voedingsbodem is. Om te kijken van, doe ik mezelf daar niet de das mee om als ik te veel vraag? Ja. Dus nou, dat voor deze mare. Geen kruid dit keer. Kruiden genoeg. Je kan lekker hondstraf gaan plukken. Je kan brandnetel gaan plukken. Heb ik in het vorige mare heb ik dat uitgelegd hoe je dat kan doen. Maar nu wou ik dit even met jullie delen. Dus ga mee. Wil je meedoen met de Moon Challenge? Het is gratis. En ik vraag wel donaties. En dat is, waarom? Ja. Ik maak gewoon kosten voor de Moon Challenge. Ik moet mensen inhuren. Ik moet voor de mailinglijsten betalen. Ik moet de website onderhouden. Het kost me enorm veel tijd. En ik doe het met alle liefde. En ik vind ook niet nodig dat er een vast bedrag aan vast zit. Omdat ik wil dat iedereen meedoet. Oh, dat is ook nog zo mooi. Die Moon Challenge groep is ook iets moois ontstaan. Vertel ik zo. Eerst dit afmaken. maar voor degenen die het wel kunnen betalen. Ja. Zou ik fijn vinden als er een donatie gedaan wordt. Omdat ik dan weer kosten die ik maak daarvan kan bekostigen. En ik ben bezig met mijn tweede boek. Jaarcirkel leven met de seizoenen. Waarbij ik ook heb geleerd om heel veel met krachtdieren te werken. En dat wil ik ook gaan uitwerken. En daarvoor geld apart hebben. Dat ik straks een tweede druk kan doen. Of een eerste druk kan doen van mijn tweede boek. Eerste druk van mijn eerste boek heeft al de tweede druk. Maar mijn tweede boek moet nog de eerste druk krijgen. Maar dat duurt nog wel even. Maar ja, dan kan ik alvast gaan sparen natuurlijk. Oké, nou nog even iets over de Moon Challenge groep. Het is echt een super mooie groep. Dus mocht je wel meedoen met de Moon Challenge, maar niet op Facebook willen. Omdat het, omdat je dat, dat kan hè. Sommigen houden daar niet van. Als zou je het alleen voor de Moon Challenge groep doen die we hebben. Echt serieus. En voor de rest gewoon alles skippen. Het is zo'n mooie groep. Vorige week kwam het besef dat ik was met de Moon Challenge boxen bezig. En dat zijn boxen die je kon aanschaffen voor extra verdieping tijdens de Moon Challenge. En die hebben we dus gemaakt en verstuurd. En toen dacht ik ineens, er zijn ook mensen die momenteel gewoon daar geen geld voor hebben. En die dat dan misschien wel van balen dat ze maar ze wel hadden willen hebben. Ja, dat kan natuurlijk. Stel dat je knikkerzak leeg is, want zo noem ik dat dan maar. De geld zie ik altijd maar als knikkers. Als een kind had je een knikkerzak en die zat vol. Of die was leeg, of je had nog een beetje. En was er dan iemand die had wat minder, dan deelde je iets uit uit je knikkerzak. En had jij een keer wat niet, dan kreeg je wat. Zo was het heel samen spelen, samen delen. En dat wil ik eigenlijk gewoon vasthouden, dat gevoel. Dus toen had ik aangegeven van, voor wie er een lege knikkerzak op dit moment heeft. Want dat hebben we allemaal wel eens. Stuur me even een mail, dan stuur ik. Hè, dan stuur ik je een Moon Challenge box op, gratis. Er waren dus meer die dat hadden. En ik had iets minder boxen, dus ik heb er 1 kunnen versturen. En verder ging dat dus niet. Maar toen kwam vanuit de Moon Challenge Marlies, die zei, waarom doen we niet als degene die dus een Moon Challenge box wel hebben besteld,
een stukje daarvan delen. Dus een stukje uit je knikkerzak delen. Met degene die dus niet zo'n box hebben kunnen kopen omdat hun knikkerzak leeg is. Ja, wauw. Dus toen heb ze voorgesteld om een verhalenkaart te sturen. En ik heb daar nog eens bij voorgesteld om de World Peace Flame bij te doen. Dus in de mail van 5 april komt er dus een voorstel voor de moeners. Wil je meedoen met de energie die in die Moon Challenge box zit? Want daar ging het ook om, dat er zo'n mooie energie in zit. Stuur dan een berichtje, een e-mailtje naar mij. Dat je of een lege of een volle knikkerzak hebt. En dan is het een samen delen, samen spelen. Ik maak de koppelingen. Ik zorg dat de mensen uit België bij elkaar komen. Zodat je een kaart krijgt en een kaarsje krijgt. En ik weet niet nog wat meer, want Marlies zei al, ik doe er een rozenkwarts bij. Toen dacht ik, wauw, wat een mooie groep mensen hebben we eigenlijk hier gecreëerd. En wat een liefdevolle intentie zit daarin. Daar ben ik helemaal trots op. En vind ik echt mooi. Dus ook al zou je niet in die Facebookgroep zitten, om wat voor reden dan ook. Ik zou toch eens erover nadenken om het echt wel te doen. Want ik weet dat Facebook kan heel erg druk zijn. Maar als je alleen daarop focust, dat doe ik eigenlijk ook. Ik focus me alleen op mijn eigen groepen. dan gebeuren er echt super mooie dingen. Dus ja, voor deze maand, voornamelijk over de Moon Challenge. Logisch, want we starten over 2 weken. De Moon Challenge boxen zijn op. Ik heb nog wel wat losse onderdelen. Dat staat op de website Heks en Kruid. Schrijf je in via de lijst en krijg je alle mails binnen. Morgen gaan we dus maanmail 8 verzenden. En er wordt iets nieuws verloot. We hebben nu 3 maatschuurkalenders verloot. Morgen komt de winnaar van de 3e. En voor aankomende week gaan we ons richten op de bij. En het boek Het Lied van de Bij wordt dan verloot via A3 Boeken, A3 Uitgeverij. En daar komt iets heel leuks bij nog. Nou, dat gaan jullie allemaal lezen in de mail. Als je dus ingeschreven bent op de Moon Challenge mail. En anders zou ik zeggen, doe het snel. Nou, leuk omdat... leuk eigenlijk, het is een jaar, hè? Het jubileum nu, een jaar. Wat minder leuk is dus dat mijn marentak overleden is. Maar wat ik wel zag, want ik had nog een meidoorn staan waar ook ooit een meidoorn een marentak op geënt is. Die begon wel weer nieuw leven te vertonen. Maar ja, goed. Niet alles is roziger maneschijn. Nee, dat is nou helemaal zo. Nou, tot de volgende keer. Doeg.